Aan tafel zitten nu twee dames en de optocht is, die is voorbij, is gebeurd, is gebeurd. En in Goorlen gebeurt het, dat is gewoon zo. En 40 jaar geleden gebeurde het al met de log, toen die opgericht werd. En nu is er weer iets gebeurd in Goorlen, want er is weer wat opgericht, een eigen initiatief. Want wat gaat er gebeuren? Er is een majorettenclub opgericht, het Goorlse majorettenclub, voor dames van 50 plus, want ja, de jeugd moet van de straat, maar de ouderen die moeten ook van de straat. Want we hebben, ja, hoe noem je dat? Jeugdoverlast. Hebben we ook ouderoverlast van? Nee, echt niet. Nee? Weet je wat er altijd gedacht wordt? Ja? Dat de vrouwen van 50 plus, dat die belegen zijn en over een datum en zo. Ja. Maar dat is helemaal niet. Nee. En dat is niet zo. Nee, zeker niet. En dat willen wij laten zien. Nou, vertel me. Ik heb hier twee chique dames aan tafel zitten. Bevallige dames in Mariettenclub pakjes. En Babons, jullie hebben meegelopen in de optocht. En wat gaat, er is iets aan de hand, want jullie hebben een club opgericht, een majorettenclub. Je ziet er schitterend uit. Ja. Nou, we hebben een majorettenclub opgericht voor 50-plussers. Dus we hebben tijdens... In de toetoplazen. In de optocht hebben we, zijn we op zoek gegaan naar volslanke dames. Vrolijke dames die goed kunnen stappen. En die, wat hadden ze nog meer voor eisen? Lichtvoetig waren. Lichtvoetig, los in de pols. Lichtvoetig en los in de pols. En vrolijk. En vrolijk, maar wat is lichtvoetig? Wat is los? Dat ze goed kunnen stappen, hè? Ja, dat hebben we tijdens de optocht geoefend. Dus we hebben al een beetje laten zien wat wij verwachten van die dames. Uh-huh. En dan mogen ze zich aanmelden bij ons club. Op 1 april beginnen onze repetities. En dan kijken we of de dames geschikt zijn. Maar we hebben tijdens de optocht al heel veel geschikte dames tegengekomen. Ja. En enthousiaste dames. En we hebben niet heel veel tijd, want op 30 april dan is ons eerste optreden bij de troonopvolging. Dus er moet een maand flink gerepeteerd worden. Ja, we gaan alles aan je bijzetten. Kijk eens op 30 april de eerste uitvoering dus van het majorettenpeloton. Ja. Zijn er al dames die zich nu al hebben aangemeld? Ja, zeker. Heel veel dames al. Ja? Heel veel dames al. Ja. Dus wij verwachten een hele grote opkomst op 1 april. Ja. Dus morgens om 8 uur. En dan we hebben een slag. En we hebben een website opgericht. En er is een e-mailadres waar ze zich aan kunnen melden. Voor degene die enkel nu naar de radio luistert, die willen wij ook oproepen. Kom achter de geraniums vandaan. Je bent niet afgedaan. Natuurlijk niet. Nee, absoluut niet. Nee. Van harte welkom bij het GMC, de Goorlense Majorettenclub. Goed, de Goorlense Majorettenclub voor dames van 50 jaar. 50 plus. En ze moeten overigens wel in een overgang zitten. En waarom? Anders dan gaat het niet lukken. En waarom niet dan? Dan zijn ze te jong, dan zijn ze nog niet vol slank. Dan zijn ze nog niet echt volwassen genoeg. Ja, en geen ervaring. Hebben ze nog geen hitte buien? In belegen. En de hitte buien zullen ook heel belangrijk. Ja. Zo gauw ze, kijk, mensen die nog niet in een overgang zitten, die kunnen alvast bellen. Ja, ja. En zo gauw ze iets voelen, moeten ze bellen dan. En dan, als dan ze iets voelen. Zo gauw ze iets voelen van... Ik ben geen dame, maar wat moet je voelen dan? Nou, een heet bui. Een heet bui op voelen komen. Ja. Een heet bui. mijn techneut is 15, die is altijd heet. Oei, oei. Oh, daarvoor hebben we nou die lange rokken. Want er wordt ook wel eens gezegd, waarom hebben jullie zo'n lange rokken? Ja. Ja, wij voelen ons ook wel eens bedreigd. Bedreigd? Wij voelen ons zelfs bedreigd. Ja, daar zijn die lange rokken voor. Ah, ja. Wij worden wel eens gestalkt. Gestalkt? Ja, nou, dus wij doen expres lange rokken, anders zijn we veiliger. Wij willen natuurlijk niet alle mannen het hoofd op hollen jagen. Nee, dat moet je niet hebben natuurlijk. Dus dat doen we niet. Maar dan krijg je al die mannen achter je. Maar neem aan, voor een majorettenclub zit een drumfanfare. Ja. Of een harmonie. Maar dat zijn meestal mannen, toch of niet? Nee, we hebben een dames bij. Wij hebben een prachtige harmonie in Goorlen natuurlijk. Ja. Oefening en uitspanning, daar hebben wij ook mee opgetreden net. Ja. Daar zitten meer vrouwen bij als mannen tegenwoordig. Oh, ja? Wij lopen alleen mee, live muziek. Dus we lopen altijd voor de harmonie uit. Ja. Oké, okay. Mooi. Maar we hebben wel tijdens de opdracht een bodyguard geworven. Ja. Die naamt Frank. Hij had het postuur mee, moet ik zeggen. Uh-huh. En daar voelden we ons veilig bij. Ja. Hè? Die toch is een grote sterke man. En die hebben we ook geworven om met onze club mee te doen. Goed. Nou dames, die club is opgericht. Het initiatief daarvoor, wie heeft het initiatief genomen? Wij, hè? Wij samen. Ja. Goorlense Majorettenclub.
En dat gaat een lang leven, dat gaat dus een heel lang leven. Jazeker, ik verwacht dat wij volgend jaar bij de carnavalsoptocht met een man of 50 meedoen. Ja, en dat gaat dan ook echt ook langer, dat is geen echte carnavalsclub dus. Nee. Dat zijn serieuze. Ze gaan twirlen leren, ze gaan dus gewoon marcheren leren, links rechts leren lopen. Ja, en stappen hè. De polsjes gaan wij losmaken bij de dames, voor zover er nog niet aan de hand is. Ja. En we gaan stevig stappen. Ja, op marsmuziek. Op marsmuziek. Ja, op marsmuziek. De dames gaan zich helemaal jong voelen en ze gaan helemaal opbloeien bij het Goorlense Majorettenclub. Ja. Kijk zo. Ja. Dus daar gaat dus, dat wordt ook shows gegeven, straks. Tuurlijk. Dan begrijp ik ook dat Goorlense straks ook een echt Majorettenclub krijgt dat op concours gaat. Zeker weten. En degenen die al naar de optocht hebben gekeken, die hebben al een voorproefje kunnen zien wat ze kunnen verwachten. Kijk. Counteren, links, rechts, twirlen. Linksom. Gooien met de stok, niet te vergeten. En vangen natuurlijk. Ja. En niet op de grond. Dus het vergt wel concentratie. Ja, en kunst. En kunst ook. Want een beetje aanleg. Kijk, ik heb ook jarenlang bij een droevervaring gezeten. Dus ik weet wat dat inhoudt, majoret zijn. Ja. Dan ben ik geen majoret geweest, maar ik heb altijd dus in een droevervaring gezeten. Ik heb trompet gespeeld. Zo. En ik weet dat dat niet zomaar even een stokje is. En nee, zeker even, niet. Even op de muziek meelopen. Want dat is moeilijk. Dat is best moeilijk, ja. Ja. Want één stapje mislopen op de muziek en je bent helemaal uit de maat. Ja, maar dat is ook met jouw trompet. Ja. Is ook als je een verkeerde noot speelt, dat kan eigenlijk ook niet bij onze naam. Nee. Want dan ben je er helemaal uit. En je komt er niet meer in. Precies. Maar het is ook een wekelijkse repetitie van 8 tot 12. Dus we gaan er volop aan de gang. Goed, kijk, een heel serieus project dus. Het Majorettenclub van dames van 50 jaar. De eerste optreden is op de troonsopvolging op 30 april. Waarom speciaal die datum gekozen? Is dat nou speciaal omdat onze koningin de troon afgeeft aan Willem? Het is eigenlijk ook zo, wij willen koninklijk worden. Dat kun je ook zien. Ja? We hebben hier op onze button, daar staat ook een kroontje op. Dus we hebben nog meer pijlen op onze boog. Wij willen ook koninklijk worden. En dan vonden wij daar een uitgelezen kans om daar ons te presenteren met ons peloton. En waarom willen jullie koninklijk worden? Nou, dan extra cachet. Dat geeft extra cachet. Kijk, we zijn niet zomaar een clubje, hè? Geen dansclubje of zo. We zijn gewoon een hele chique, goede majorettenclub. Ja? Misschien kun jij je eigenlijk ook wel aanmelden. Ik ben geen dame, maar boven 50. Nee. Ze zijn wel een oude hoer, hè? Ja. Dat dacht ik al, dat het zeggen. Ja. Als je ik heb zo'n leuke techneut, die weet overal wat op. Ja. Maar goed, dat moet ook in een team, hè? Zo is het, Samenwerken. Maar trompetisten kunnen wij sowieso gebruiken bij de harmonie, dus daar kun je ook met bij aanmelden. Ja. Wie weet. Goed dames, ik heb begrepen dat jullie ook aardig goed kunnen zingen. Want ik heb begrepen, ik kom zelf uit Tilburg, maar in Goorlen, daar is het motto: als je niet trekt, moet dan. Daar hebben wij toevallig een liedje opgemaakt. Ja. Hebben jullie een liedje opgemaakt? Ja, wij een liedje opgemaakt. Ja. Zal ik jullie mogen uitnodigen om dat een beetje toch a cappella te zingen? Ja, tuurlijk kunnen wij. Ja. Dat kunnen jullie. Keeltje schrapen. En dan vraag ik... Het is wel jammer dat de luisteraars onze bewegingen er niet bij zien, want er hoort een hele choreografie bij. Ja, maar goed, maar misschien kunnen we het nog eens voor de televisie komen doen. Maar daar zijn ook opnames voor, mag ik neem ik aan toe vandaag. Want we hebben niet gezongen vandaag. Vandaag was het enkel marcheren. Nou goed, de beelden kunnen we best ergens opzoeken. Ja. En dan kijk je gewoon thuis de beelden met dit liedje erbij. En dan heb je alvast een beetje... Ja, goed. Dan zullen we het even zingen. Ja, dat is goed. Goed, het Goorlense carnavalslied dus dit jaar. Maar we hebben het ergens ook wel met muziek erbij. Ja. Maar dit lijkt me veel leuker. Dat was eigenlijk gezongen. Tuurlijk. Als je die trekt, moet dan. Ja. Nou. 1, 2. Als je het niet trekt, dan moet het douwen. In deze dagen van plezier. Een Goorlense get kan veuver stouwen. Want in de uur zit 5 kwartier. En zie het even niet meer zitten. Al de getrek en de gedouw. Dan is er altijd iemand die dan roept: God mee nou, doe eens leuk nou, kom eens gauw. Nou, kijk eens. Maar ze hebben er nog één. Zo straks een ander. Dus binnenkwamen. Maar dat is er één van 30 jaar, dat is een andere. Maar dit was ook een goeie. 30 jaar geleden. Je hoopt wel op 30 jaar raak te gaan. En bovendien, wij hebben dorst. Hebben dorst.
Ja, we gaan op een deur. We hebben dorst. Goed dan. We gaan verder met onze leden werven. Dus daar hebben we nou heel de carnaval voor uitgetrokken. Ja. Oké. Ja. Nou, dan wens ik je heel veel plezier met de ledenwerving. En iedereen, dankjewel. Iedereen die dus nog lid wil worden van die... Ja, als ga je af en toe dan gewoon vullen voor de radio, dan de website. Dan ga je doen. Van dames boven de 50 en ze moet in de overgang zijn geweest. Ja. Dus je moet wel geduld hebben. Ja, je moet iets geduld hebben, zo is het. Ja. Oké. Hallo. Nou, dames, veel plezier. Dankjewel.